Peggy 3. Miauw! Dit is de Kat Mario Show. Hoi allemaal! Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Kat Mario Show. We vertellen jullie weer van alles over de leukste Nintendo games. In deze aflevering beginnen we meteen met een onderdeel dat iedereen intussen wel kent. Kom alles te weten over Mario! In dit deel van de show kijken we naar Mario Games, zodat jullie echte Mario-kenners worden. Laten we nog eens wat snellere routes in Mario Kart 8 bekijken. Allereerst Sunshine Airport. Halverwege het circuit maakt de weg een grote bocht naar links. Als je daar een sprintpaddenstoel gebruikt... Pas op! Oh, daar ligt een klein eilandje. De truc is om niet bang te zijn. Rijd gewoon over de rand en snijd de bocht af. De volgende snellere route vind je in Dry Bowser's woestijn. In de grotte aan het einde van het circuit zie je dit stuk. Gebruik een sprintpaddenstoel en scheur tussen de rotsen door. En snijd de bocht af. Race daarna meteen naar de finish. Ten slotte kijken we naar de regenboogbaan uit de speciale beker. Rijd halverwege het circuit tegen deze blauw oplichtende paal om een botsboost te krijgen en scheur vervolgens rechtdoor. Gelukkig loopt er beneden ook een weg. Als je een sprintpaddenstoel hebt, dan kun je verderop nog een paar bochten afsnijden. Tot zover onze tips voor Mario Kart 8 van vandaag, maar er zitten nog veel meer snellere routes in de game. We gaan ervoor! Haastige spoed, moed! In dit nieuwe gedeelte van de show laten we echte experts verschillende games spelen. Risa Tabata, een van de makers van Donkey Kong Country Tropical Freeze, speelt vandaag razendsnel een level in dat spel. Mevrouw Tabata speelt Mangrove Cove, het eerste level uit de wereld Lost Mangroves, in de spelstand Time Attack. Kies eerst Time Attack. En kies een partner om het level mee te spelen. Mevrouw Tabata raadt Cranky Kong aan als je het level snel wilt uitspelen. Wacht op het juiste moment om te beginnen en maak een koprol. Nog een koprol. Dan een grote sprong. Gebruik in het water een torpedodraai aan de oppervlakte. Gebruik koprollen om snel vooruit te komen en spring op het juiste moment op vijanden en over hindernissen. Klap op dit punt alleen het eerste platform naar beneden. Gebruik dan een koprol om naar de overkant te springen. Hier ongeveer vind je de ton met Cranky Kong erin. Daar is hij. En kijk, we beginnen meteen te rollen als we die ton hebben gepakt, waardoor we vijanden omver kegelen zonder af te remmen. In deze game kun je iets nieuws doen. Als je aan handvatten als deze trekt, kan er van alles gebeuren. Hier laten we een enorme boom verschijnen. Spring zo snel mogelijk in de ton aan de rechterkant en druk dan op het juiste moment op de knop om jezelf van de ene ton naar de andere te schieten en de top van de boom te bereiken. Rol dan meteen verder zodra je de grond raakt. Blijf rollen en springen tot je het einde van het level bereikt. Gebruik de wandelstoksprong van Cranky Kong om over deze hindernissen te springen. Je kunt er zelfs mee over stekels springen. Gebruik hier de koprol om over dit obstakel te springen. Land op de grond en je bent klaar. Ze had maar 1 minuut en 38 seconden nodig. Dat betekent dat mevrouw Tabata een glanzende gouden medaille krijgt. Wat nog beter is dan een gewone gouden medaille. Goed gedaan! Met dank aan mevrouw Tabata voor de demonstratie. Het draait allemaal om timing. Je moet op tijd rollen en springen. Gebruik de trucs die je net hebt geleerd en probeer de eerste plaats in de ranglijst te veroveren. Hopelijk zien we jouw naam daar binnenkort verschijnen.
until mom, dad, and dear granny follow our adventures. What's going on? We really never know. But really, mom, come on. Let's go. It's time for our special spot on the campfire show. Kat Mario, waarom gaan we niet op bezoek bij de familie van Dam in Tomodachi Life? Geweldig idee! Vorige keer vertelden we dat je je vrienden en familie in deze game kunt stoppen. Wij volgen in Tomodachi Life de familie van Dam. Eens kijken hoe het met ze gaat. Oma praat met een onbekende man in het café. Is ze vergeten dat ze verliefd is op meneer Bordewijk, de leraar van Dam? I was like a regular coffee, but you made my life creamy. Please go out with me. De onbekende man zegt dat hij van haar houdt. Hold on a minute. Nobody loves you more than me. Wacht even, is meneer Bordewijk nu verliefd op oma? No way, I love you the most. Wanneer is dat gebeurd? Geen idee. Who do you choose, Granny? Zo te zien is er een hoop veranderd sinds vorige keer. Sst, ik wil weten hoe het afloopt. Wie zal ze kiezen? Mr. Kelvin, I'm so glad you feel the same way. Yay! Ah, een goede afloop. So, what do you think about us becoming sweethearts? Voorlopig wel, ja. Laten we eens kijken waar Daan mee bezig is. Is hij aan het trainen? Een goede conditie is erg belangrijk. Wat is hij fanatiek? Heb je ooit een banaan zo zien rennen? Nog nooit. Eens moet de eerste keer zijn. Waar is zijn vader? Oh, hij slaapt. Laten we maar zachtjes doen. Is hij aan het dromen? Ik vraag me af waar hij over droomt. Het ziet er in elk geval bizar uit. Wow. We zullen hem maar met rust laten. Hey, Kat Mario. Volgens mij wil Ma professioneel skateboarder worden. Eens kijken of ze uit het juiste hout gesneden is. Niet slecht, maar volgens mij kan ze het nog beter. Oh, echt waar? Laat dan maar eens zien wat jij in huis hebt. Volgende keer misschien. Laten we eerst eens gaan kijken bij Eva. Eva heeft zojuist een metaaldetector cadeau gekregen. Misschien vindt ze er wel een schat mee. Ze probeert zich te concentreren. Ze heeft een schat gevonden. Captain Toad zou trots op haar zijn. Je kunt de bewoners van je eilanden in Tomodachi Life allerlei cadeaus geven. Wat zullen jouw Mii-personages van hun cadeaus vinden? Nou, dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Binnenkort gaan we opnieuw langs bij de familie van Dam. En we zullen jullie in de volgende aflevering ook weer alles vertellen over de leukste games. Tot de volgende keer. Daag!